start is gevallen. Start valt. Goede start aan de binnenkant van Jamie Foxx. Aan de buitenkant naast hem ligt Veld en Isabel. En de derde plaats is al voor Cash Winner. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding is daar voor Jamie Foxx. En die wil die voorlopig ook niet kwijt. Jamie Foxx aan de buitenkant, Veld en Isabel. Daarachter aan de relingzijde wordt het gaatje dichtgelopen door Carl Bianco. Vierde plaats is voor Cash Winner. Die zometeen de grote oranje helm tegenkomt van Tom Carter. Dat is nu het geval, want Tom laat zich ietsje terugzakken. Aan de binnenkant schuift op Keep Flying. En zo gaan de paarden de eerste 500 meter door met Peter Wisker aan kop. Met Jamie Foxx. Die zet ook de eerste 500 meter tijd neer. En de eerste 500 meter gaat in 1:10:09. Jamie Foxx leidt. Carl Bianco ligt tweede. Derde aan de relingzijde Keep Flying. Vierde aan de buitenkant daarnaast ligt Veld en Isabel. Vijfde ook in het tweede spoor is Cash Winner. Zesde aan de relingzijde is Falcon de Fam. En achter Falcon de Fam ligt in het tweede spoor op een zevende plaats het nummer 8 van Cosmos Renka. Dan heeft u Carlo Fortefont nog niet gehoord. Carlo Fortefont ligt daar weer achter op de voorlaatste plaats. En laatste is voorlopig Birbo Kapar. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. En daar is het tempo nog altijd in handen van Jamie Foxx. En Jamie Foxx loopt aardig door. Jamie Foxx is goed gemotiveerd. Gaat de tweede tussentijd nu ook op de klokken zetten. En die luidt 15-6. Gaat de eerste kilometer in 1:13. Net iets eronder. Zo gaan we de laatste kilometer in. Jamie Foxx leidt. Daarachter op de tweede plaats Carl Bianco. Moeilijke koers aan de buitenkant voor Veld en Isabel. Mooie koers daarachter voor Cash Winner. Ook een mooie koers aan de buitenkant voor Cosmos Renka. Aan de relingzijde ligt achter Carl Bianco Keep Flying. En ook aan de relingzijde blijft Falcon de Fam. En de favoriet nog altijd voorlaatste. En er komt nu wat minder tempo in de koers. Het ging hard die eerste 1300 meter. Maar Jamie Foxx doet het nu ietsje kalmer aan. Nu pakt hij het bit weer op. Onder druk komt hij aan de buitenkant van Cash Winner. Cash Winner zoekt hem op. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Tussentijd is 15-2. Ook Carlo Fortefont komt aan de buitenkant naar voren. Cosmos Renka ook. Die gaat voor hem uit. En zo gaan de favorieten nu in het derde en tweede spoor naar voren. En ze gaan voorbij in eerste instantie aan Jamie Foxx. Jamie Foxx is voorbij gestoken door Cash Winner. En dat gebeurde halverwege de Tjarda-bocht. Cosmos Renka ligt nu op plaats 2. Carlo Fortefont gaat zometeen naar plaats 3. En Carl Bianco wacht op ruimte. Die ruimte is er nu en die gaat naar plaats 4. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En Cash Winner leidt daar. Cash Winner aan de buitenkant komt Cosmos Renka. Helemaal aan de buitenkant komt Carlo Fortefont. Drie paarden bijna op één lijn. Cash Winner aan de binnenkant. Cash Winner houdt het nog steeds vol. Cash Winner, Carlo Fortefont. Cash Winner gaat hem winnen. Carlo Fortefont is tweede. En Cosmos Renka derde. Met een mooie tijd. 13 rond voor de winnaar.